De provincie wil niet dat de gaswinning in een klein gasveld bij Waalwijk wordt opgeschroefd. Dat hebben Provinciale Staten vanmiddag in grote meerderheid besloten. Dit gaat niet gebeuren in Brabant, wat ons betreft. Geen extra gaswinning in Brabant. Het liefst ook hier gewoon gas terug. Dat de aardgaswinning niet verplaatst moet worden van Groningen naar Brabant. Dat wij klip en klaar zijn van dat wij deze manier van gaswinning in Brabant niet meer willen naar de toekomst toe. Breed verzet in het provinciebestuur. Minister Wiebes wil toestemming geven aan een Canadees bedrijf om de gasproductie bij Waalwijk op te voeren. Omdat dat op een veilige manier zou kunnen. Ja, in Groningen is ook jarenlang beweerd dat het allemaal veilig was en geen kwaad kon. En we zien inmiddels wat de gevolgen zijn. En ik zou dat in Brabant toch vooral willen voorkomen. In Groningen stopt het. Wij willen hier ook geen gaswinningen, we willen geen bodemverzakkingen. En bovendien, heel belangrijk, wij willen alleen maar dat er gewerkt wordt aan het zoeken naar nieuwe duurzame energiebronnen. Jan Walen, jij was vanmiddag bij Provinciale Staten. Verzet dus hè, tegen die gaswinning. Bang voor Groningse taferelen misschien? Ja, ze hebben geen zin in scheuren in huizen. Of bijvoorbeeld, daar vlakbij ligt de Bergse Maas. De dijken die zouden gaan verzakken. Dat zou hartstikke gevaarlijk zijn. Dus inderdaad, het heeft met Groningen en met aardbevingen te maken. Maar het heeft ook iets te maken met de methode waarop ze in Waalwijk dat gas willen gaan winnen. Een tijd geleden waren er plannen in Bokstel om naar schaliegas te boren. Dat is een gas dat zit in een soort steenlaag. En daar heb je een extra methode nodig met chemicaliën om dat los te krijgen. Uiteindelijk besloot de minister dat dat toch geen goed idee is, dus dat ging niet door. En volgens de stichting Schaliegasvrij Nederland is de methode die ze nu in Waalwijk willen gaan proberen, ja, ongeveer dezelfde. Dat is een soort fracking, heet dat, maar dan fracking light. Wij weten uit de schaliegasliteratuur, uit alle ervaringen mee, vooral in Amerika, dat dat enorm link is. Er wordt onder hele hoge druk allerlei chemische troep in de grond gebracht en er worden allerlei dingen in de bodem veranderd. Er komt daardoor allerlei spul ook weer terug. En ja, er zijn grote milieubezwaren van gebleken. Ja, Provinciale Staten zegt dus nee tegen gaswinning. Wat betekent die uitspraak nou? Nou ja, dat is fijn voor die stichting van meneer Atsma, maar ook fijn voor de gemeente Waalwijk en Aalburg, want die zien dat eigenlijk ook allemaal niet zitten. Maar uiteindelijk ligt de bal bij de minister. Wat de gemeenten, wat de provincie er ook van zegt en of van vindt, de uiteindelijke beslissing ligt bij de minister. Tja, en hoe dat kan uitpakken, daar weten ze in Groningen alles van. Dankjewel, Jan Walen.